I'm Fotini Wusseti, and I'm from Greece. My project is based on a story that the family in Kalavrita told me. The family is called Vaya. And Kalavrita is a place, a small town, based on the mountains of Peloponnese in Greece. During 1943, Kalavrita went through a Holocaust by the German army, Wehrmacht. And the story is very much related to that. After the catastrophe, the male population was killed, the houses were destroyed, and the food resources were destroyed also. So the population was surviving out of help of the villages, of the surrounding village, the Red Cross, and the UNRWA packets from Marshall help. One of these packets that turned out to that family was full of men's silk ties and nothing else. So it was about 2,000 to 3,000 men's silk ties, and the family really didn't know what to do with those. So they decided to make a carpet. This traditional carpet is called kurelu. It is made with a loom. So as a result, they were starving and freezing, but they were working on silk. The process of the making had to do with meeting a lot of interesting people, listening to a lot of interesting stories and histories, and actually working together in order to have an outcome. I used the museum in order to mediate the story of this family and as an outcome of the Kalavrita place to a different audience. And I'm very interested in the way the different audience is going to interpret this story, also in terms of the present. Mediating this story somehow, because it's a hidden story, it's a way of catharsis. And I really like this element. Having my work in the Van Abbe Museum, for me feels like it is the right place to be right now. Ik ben Katje van Drieën. Ik kom oorspronkelijk uit Duitsland en ik woon sinds enkele jaren in Nederland. Mijn project van deze tentoonstelling is een audiotour. En daarmee speel ik in op de geschiedenis van het museum. En ik concentreer me een beetje op de eerste 10 jaar en op verborgen aspecten van de geschiedenis van het museum. Ik heb veel onderzoek gedaan naar het museumarchief. En ik vond eigenlijk direct de periode van de eerste 10 jaar van het museum heel interessant. Vooral het gegeven dat er in propaganda tentoonstelling van de NSB uit het museum is verdwenen en niemand nog weet waar die is gebleven. En ook het archief uit die jaren is verloren gegaan, grotendeels. Voor mij is het museum een drager geworden van een verhaal en ik heb geprobeerd zoveel mogelijk bij de bestaande structuren van het museum aan te sluiten. In die zin dat ik een audiotour gemaakt heb, dat is natuurlijk ook een bekend formaat voor een museum. En voor mij was het ook belangrijk om geen fysiek werk achter te laten in de zin van een object, maar meer om een situatie te creëren of een opening om op een andere manier naar het museum te kijken. Ik probeer met mijn werk eigenlijk altijd op bestaande contexten of omgevingen in te gaan en in zekere zin daarbij aan te sluiten. En de Van Abbe is voor mij een museum wat heel erg experimenteel te werk gaat. En in die zin vind ik het heel spannend om daarmee te kunnen werken en bij de discussies die hier al bestaan aan te kunnen sluiten. Hello, my name is Fraser Stewart and I'm from Great Britain. What my work is a short film about an experience which I had here at the Van Abbe. And that experience was to follow a internship for a period of time in the museum security.
So yeah, I spent a few days here in the Van Arbor as a security guard. And then I made a film about this experience. Well, for the exhibition Making Use, I realized that I wanted to find out what it would be like to become a useful artwork. And in a sense, for me, use was about knowledge and how we can exchange knowledge and how we can learn from experience. So therefore, the process was quite simple. It was to follow an internship in the museum security and to learn what their role is in this institution. Therefore, I followed for a few days in the museum, how they live, how they work, and collected those experiences up. And then the film that you'll see in the exhibition is about that experience. My name is Pendar Nabipur, and I'm coming from Iran. So I thought it would be a good idea to connect the museum to the public. My work is basically a portal that is live broadcasting, voice broadcasting between the museum and the city. You put your ear on one glass to overhear one cube that it produces the sound from the other room and also takes the sound from this room to the other room. So it's a sample of the other space, which is in the museum. It goes through cell phone conversation to the one in the city, which is in a shopping mall. When I put an artwork in the city, it will be connecting the museum as an institution of art and then the city together. If an artwork needs to be useful, then it should be very much connected to the public. And I wanted to shorten the distance between the city and fill this gap between the city and the museum with this portal. And the work is called What Are They Doing? So you're overhearing this room, this sample of the other space, in order to find out what are those people over there doing, and you just feel that you're in the same place. Mijn naam is Giselle van Engsten. Ik woon in Amsterdam. Voor de expositie hier in Making Use heb ik een werk gemaakt, heet Bezonning. Gaat over lichtinval in een ruimte, in wat voor een kamer dan ook. En het gaat eigenlijk over dat het is iets wat iedereen wel kent. Zonlicht in een ruimte bepaalt hoe je een kamer ervaart. En tegelijkertijd, wat is het eigenlijk? Zonlicht is de voorwaarde om dingen te kunnen zien. Dus wat zie je dan aan dat zonlicht in die ruimte en hoe manifesteert zich dat? In de 5 schermpjes die bij het raam bij de trap hangen, probeer ik te ontrafelen welke lagen, welke elementen in een ruimte nu bepalen hoe je zonlicht ervaart. En, dus het gaat over glas, het gaat over de ruimte zelf, het gaat over het volume wat licht heeft, maar wat je niet ziet. Dus echt een zoektocht die ik in 5 lagen, op 5 momenten, op 5 verschillende dagen probeer te ontrafelen. Ik heb 5 dagen gefilmd, elke ochtend met een vriendin Kees Schuttel. En het is eigenlijk in de ruimte hier vlak achter het museum. Een kantoorruimte waar elke ochtend de zon binnenvalt tussen 9 en 12, als de zon schijnt tenminste. Ik heb het museum gebruikt echt als gebouw, een gebouw om werk te maken. En interessant aan de kantoorruimte was dat het aan de ene kant onderdeel is van het gebouw, maar ook buiten ligt vanuit het perspectief van de bezoeker van het museum. Dus ik breng via het werk, gaat het eigenlijk over een soort van binnen en buiten het museum, de binnenkant, de straatkant, het publieke gedeelte vanuit de buitenkant van het museum gezien, maar ook weer vanuit de binnenkant. Dus constant een soort wisselwerking daartussen. Dit hele project, ook wat een heel jaar heeft geduurd, was en uiteindelijk deze uitkomst, was voor mij een soort van eerste aanzet om te kijken hoe ik als kunstenaar om kan gaan met een museum. Anders dan alleen maar werk laten zien, maar ook hoe
kun je gebruik maken van het museum? Wat voor relatie ga je aan met elkaar? My name is Rei Kakiuchi from Japan. My work is a grip which you can hold. It is a very simple object. Normally, museums do not allow you to touch most of the artwork. But my work you have to hold, and you are becoming physically a part of the museum. To me, the museum is a coffin, which is full of dead bodies, because artworks do not go outside in the real world. Especially craft works, they have to be used in everyday life. But in the museum, we just look at it. It is displayed like a dead bodies. So as soon as you hold the grip, you are becoming a part of the museum as a dead coffin, which is references death. But this grip is the same temperature as a body. You feel the warmth, so you hold the death at the same time you touch a body temperature, which is references life. You are belonging to death and life at the same time. You see a temperature chart on the wall near the grip. You will know where the temperature came from. Hi, I'm Eden, and welcome to my gift shop. You should come to my gift shop. It's a gift shop within the existing gift shops. And in my gift shops, all the gifts are gifts. All the gifts will reference and be in dialogue within current works within the exhibition and the collection itself. So come along for a gift. See you soon. That's it. See you soon! Okay. My name is Mercedes Azpilicueta. And I'm Mohad Ben Shimon. And we're presenting a short video. It's called What You Have Is What You Have. And it's we collected material in the museum. We worked here for a month. It's a kind of walk that we did through the museum with the staff members and some visitors. We took apart this material at home in a kind of editing process, and then we combined it again into a new form. Well, we work with a sort of sharp editing, which it became a force in itself, exposing and reframing a more contradictional temper where absurdity, logic, and humor coincide. My name is Yuri Gepin. Ik woon en werk in Rotterdam. Voor mijn project heb ik een bruiklijnverzoek ingediend bij het museum om een werk uit de collectie van het museum uitgevoerd te krijgen in mijn huiskamer. Het werk is een witte cirkel op de vloer van Ian Wilson. De kalkcirkel is 1,83 meter doorsnede uit 1968. Het is het laatste fysieke werk wat hij nog heeft gemaakt. En daarna, de afgelopen 40 jaar, heeft hij alleen nog maar conversaties en discussies gehad als kunstwerken. Het werk is door iemand uit de collectie van het Van Abbe Museum bij mij thuis uitgevoerd. Volgens een procedure. En die procedure, dit instructieformulier, dat zit eigenlijk in het Van Abbe Museum. En het leek mij heel interessant om te kijken om een maand met het werk eigenlijk samen te gaan leven. En het is nogal een obstructie, zeg maar, binnen mijn woonkamer, want hij neemt bijna mijn hele woonkamer in beslag. Dus elke keer als ik een stap in mijn huiskamer wil zetten, moet ik heel erg zorg dragen dat ik het werk niet beschadig. En ook mijn vriendin, moeten we heel voorzichtig zijn dat we echt zorg dragen voor het werk. Het is een heel fragiel werk. En ja, ik vind het heel belangrijk dat het werk ook echt een maand lang bij mij thuis op de vloer blijft zitten. Het idee is dus om een meer emotionele en ook een meer fysiekere relatie met het werk aan te gaan. En het grote verschil is eigenlijk dat je in een museum vaak meer een soort intellectuele relatie met conceptuele kunst eigenlijk aangaat. In een museum loop je toch vaak
om het werk heen. En het museum heeft een hele erg afstandelijke manier om het werk eigenlijk te tonen. En ik vond het heel interessant om te kijken, om te spelen met die relatie waarin je eigenlijk naar een werk kijkt en wanneer je een soort esthetische ervaring hebt. Maar wanneer die esthetische ervaring dan eigenlijk constant aanwezig is, omdat het werk bij mij thuis ligt.